Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen deze set proberen, de Make Your Own Bouncy Ball set. Hiermee kun je je eigen stuiterballen maken. En we hebben natuurlijk ook al andere dingen geprobeerd met stuiterballen maken. Die video's die kunnen jullie ook nog bekijken. En vandaag gaan we een hele grote stuiterbal maken, waarvoor we 4 van die pakjes nodig hebben met korreltjes in het oranje, blauw, groen en geel. En die ga ik hierin proberen te krijgen. En daarna ga ik dit balletje in het water leggen en laten drogen. Zo, en nu kan die stuiterbal eruit. De korreltjes die moeten, als het goed is, nu aan elkaar geplakt zitten door het water. En nu moeten we hem nog 3 minuten zo laten rusten. Zo, nu zijn de 3 minuten om en het moment van de waarheid komt. We gaan eens kijken hoe onze stuiterbal eruit ziet. En die ziet er echt erg mooi uit. Maar het is niet heel erg makkelijk om hem uit het vormpje te krijgen. Ja, nu is het gelukt. Hij plakte een klein beetje. Hij is echt heel erg groot. Kijk maar, als ik hem zo in mijn hand leg, dan zie je het goed. Zo groot als een limoen, denk ik. Misschien nog wel een klein beetje groter. En hij stuitert ook al, dus ik zou zeggen, onze reuze stuiterbal die werkt heel goed. Tot nu toe is het een succes. Eens kijken of die nog uit gaat drogen, maar in principe moet die dan 24 uur in water liggen als dat gebeurt, dus dat is niet zo erg. Dat kun je oplossen. Ik vind hem heel mooi geworden en laat maar weten welke kleuren jullie gebruikt hadden of wat jullie anders hadden gedaan. Hopelijk vonden jullie het leuk, geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!